Ik denk dat Mad Choke mij gaat slopen, maar ik gebruik Power Whip, mijn sterkste aanval. Oh, nee, ik maak hem inderdaad niet in één keer kapot. Hij dual chopt mij. Ah, laat me met rust. Ja, dit dacht ik al. Critical hitje. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een gloednieuwe Pokémon Brilliant Diamond Shiny Pearl video. En we zijn bijna bij de Pokémon League. We zijn nu op de route daar naartoe. We gaan nu richting de Pokémon League. En ik ben hyped, want we gaan het game bijna uitspelen. En ik hoop dat jij ook hyped bent. Dus doe duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren en zet het belletje aan en mijn koptelefoon zakt af. Maar doe dat. Als je geen video wil missen, knal dat belletje aan. Laten we kijken of we binnenkort de 70.000 abonnees kunnen halen. Dat zou super, super dope zijn. En misschien halen we in 2022 wel die 100.000. Dat zou echt de droom zijn, jongens. Let's go, Rickachu Army. Ondertussen loop ik even naar Tentacruel. We moeten hier naar boven, over het water, door het water. En ik zie hier allemaal trainertjes waar we denk ik ja, mee moeten battelen als wij voor hun hoofd gaan zwemmen. Ja, Swimmer Aubrey. Ja, die krijgt gewoon even te maken met een Luxray. Dat is niet leuk voor jou, Azuril. Die arme kleine muis die lekker aan het skippyballen is op zijn staartje. Dat is toch zielig. Kom, gooi even een stoerdere Pokémon. Ik bedoel, met Tentacruel heb ik helemaal geen medelijden. Oké, de evolutie daarvan. Die ziet er ook nog wel leuk uit. Ik noem hem Blauw Paasei. Sorry, Azumarill. Ook jij bent verslagen. Ik ben wel benieuwd, jongens. Laat eens even een reactie achter. Welke Pokémon jullie vinden die ik nu nog moet gaan vangen op de Victory Road? Welke goed zou zijn voor mijn team? Ik ben heel erg benieuwd namelijk of ik nog een betere Pokémon ga tegenkomen. Ik denk niet Tentacruel. Nee, ik denk dat mijn water Pokémon veel beter zijn dan Tentacruel. Dit is wel lekker om te trainen, zegt dit. Kijk, Donald gaat naar level 53. Een van onze water-Pokémon. What a badmuts. Oeh, kijk hem staan. Brrr, ik ben de ultieme zwemmer met een badmuts. En ik heb voor jou Mantyke. Sparky. Later. Nou, je hebt niet zulke hele goede Pokémon. Oh, hij zwaait naar mij. Zag je? Dat is wel aardig. Hij zwaaide. Nou, ik zwaai even terug. En Simba gaat ook naar level 56. Kijk deze stats. Lekkere Pokémon, jongen. Hij wil Crunch leren. Oh, dat zou een keer tijd worden dat je Crunch gaat leren. Heel nice. Die gaat natuurlijk in de plaats van Bite. En ik heb nog steeds Tackle. Dat is wel echt slecht. Die moet ook een keer weg. Oeh, hallo Mantine. Deze Pokémon lijkt echt op zo'n rog uit Finding Nemo. Hij maakt ook dezelfde chille beweging zo. Hij is super chill. Maar hij heeft ook super verloren. En door. Jeetje. Moeten we hier gaan lekker flink gaan battelen de hele tijd? Duo battle. Oh, echt tegen 6 Pokémon ook, joh. Jeetje. Nou, prima. Let's go. Dit worden allemaal one-shots, jongen. Want ik heb Cardify natuurlijk op de tweede plek gezet. Als grastype Pokémon. Zodat dit allemaal geen problemen gaat opleveren. Kijk maar, want Meryl is ook gewoon in één keer weg. En Gerrit gaat naar level 53. Terwijl Blade ook net naar level 52 is gegaan. Gerrit wil met Memento leren. Wat is Memento? Als je deze move gebruikt, dan gaat je Pokémon kapot. Maar de attack en de special attack van je tegenstander gaat heel erg omlaag. Weet je, ik kan het als ultieme move doen straks tijdens de Elite Four of zo. Als ik tegen een hele goede Pokémon moet, dan moeten we Recover even weghalen. Ah, dat kunnen we wel eens gaan proberen. Ik bedoel, als we echt hopeloos zijn straks tijdens de Pokémon League, dan zouden we dat kunnen proberen. Normaal doe ik dat soort dingen nooit hoor, maar misschien. Garchomp komt eraan. Oké, kijk, deze moeten we al serieus gaan nemen. Het is een Golduck. Ja, maar we zijn gewoon te sterk, joh. We zijn te sterk. Jaws gaat naar level 49. Doei, Quagsire. Later. En Abu gaat naar level 56. Nou, Pelipper hebben we ook verslagen. En Wingull ook. Ja, zelfs met z'n tweeën lukt het dit, jongens. Let's go. Ik ben onderweg om Pokémon kampioen te worden. Als ik niet steeds word tegengehouden door Tentacruel. Hoppakee. Simba gaat naar level 57. Die is zichzelf echt keihard aan het trainen. Da! Weer een zwemmer. Hoe groot is deze rivier, joh? Seeking. Oh, ik deed de verkeerde move. Ik deed Charge Beam. Ik wil eigenlijk Spark doen. Charge Beam is minder sterk. Maar oké. Seeking gaat ons nog in één keer kapot. Nice. Nou, wacht. Ik ga even terug. Ik ga even repels kopen. Want echt letterlijk, iedere 3 zwemslagen die ik doe, kom ik een wilde Pokémon tegen. Dit gaat wel heel langzaam zo. Ja, en dan ga ik even naar Veilstone City. Want dit is de plek waar je ook nog eens andere hele goede items kan kopen. Zoals TM's. Je kan hier namelijk even lekker gaan winkelen. Dan gaan we naar de derde etage. En dan gaan we eens even met deze persoon praten. Oh nee, wacht maar. We moeten naar de Bouwling. We moeten naar een van deze twee. Kijk, hier. Maar we moeten volgens mij dan naar die andere. Die andere heeft volgens mij betere TM's. Was jij dat? Ja, kijk. Fire Blast.
Thunder, Blizzard, Focus Blast, Flamethrower, Thunderbolt, Ice Beam, Solar Beam, Psychic. Ja, dit zijn allemaal moves. Deze wil je echt allemaal hebben. Oké, ik ga sowieso een Flamethrower'tje kopen. Ik ga een Thunderbolt kopen voor Luxray. Ice Beam. Nou, hoop ik dat ik die ook aan iemand kan leren voor tegen Garchomp straks bij de Elite Four. Solar Beam. Nou, die doet altijd twee beurten. Daar hou ik niet zo van. Psychic, die kennen we al volgens mij. Dazzling Gleam heb ik al, maar kan ik aan niemand leren. Gyro Ball is misschien ook nog wel interessant. Oké, laten we kijken aan wie we deze TM's gaan leren. Flamethrower kunnen we aan Abu en aan Blade leren. Let's go, Abu. Die doen we in plaats van Acrobatics. Die ga ik toch niet gebruiken, denk ik. Oké, Thunderbolt gaan we leren aan Simba. In plaats van Charge Beam. En dan kent hij nog steeds Tackle. Dat is echt niet best. Dan hebben we Ice Beam. Ja, die kunnen we inderdaad ook leren. Oeh, die kunnen we aan Gerrit en Donald leren. Misschien ga ik er eentje extra kopen. Even kijken bij Gerrit. Ja, dan ga ik toch de Memento maar weghalen die ik hem net geleerd heb. En Gyro Ball kan ik aan niemand leren. Mag ik alstublieft nog twee Ice Beams? Want Blade kan hem namelijk ook leren. Ja, maar misschien moet ik dat maar niet doen. Of in plaats van Night Slash. Nee, dit gaan we niet doen. Dit is zonde. Kijk nou, ik dacht dat Donald al Psychic kende, maar hij kent geen Psychic. Hij kent Confusion en Zen Headbutt. Oh, maar dan ga ik hem Psychic leren in plaats van Confusion. En dan leert hij die Ice Move ook nog even. Ja, dit is top. Oké. Ja, ik ben mijn Pokémon nu echt gewoon klaar aan het maken voor de Elite Four. Ik ga ze allemaal goede aanvallen leren nu. Hoppakee. Donald leert ook nog even Psychic. Die is helemaal ready nu, jongen. Kan ik voor de rest nog iets aan Simba leren of zo? Simba kent nog steeds Tackle. Ik kan hem Thief leren. Dat kan ook wel interessant zijn. Dit jat namelijk items. Zo, dan is in ieder geval Tackle nu eindelijk een keer weg. Zo, hier even wat Max Repels meenemen voor onderweg. Hier nog even een itempie pakken. Ja, want die ligt hier gewoon midden in de stad. Wat ligt hier dan eigenlijk? Een full incense. Zo, en dan kunnen we nu even rustig gaan zwemmen gewoon. Even de Max Repel aan. En gaan. Lekker. Oh, nu hebben we eindelijk geen last van al die wilde Pokémon. Dit is zo chill. Dit is zo lekker. Daar ligt nog een itempie trouwens. Kunnen we even hier tussendoor of zo? Nee. Kunnen we hier tussendoor? Ja. Oké, cool. Beter is dit een goed item. Ik heb hier heel veel moeite voor gedaan, jongens. TM 18, Raindance. Een TM word ik blij van. Raindance, ach. Kan soms handig zijn, maar ga ik in de praktijk toch niet gebruiken. Zo, dit is wel echt super rustgevend gewoon. Dat we gewoon nu lekker zo kunnen gaan zwemmen. Hier nog even een itempie pakken. Een pareltje. Moeten we even tegen een Sailor meneertje vechten? Hij komt hier, want hij wil zelf de Pokémon League zien. Maar ik vraag me af, ga je de Pokémon League ook uitdagen met jouw Pokémon? Heb jij zwaar epische Pokémon, Sailor meneertje? Maar nu ken ik Thunderbolt, jongen. Ah, lekker! Hoppakee! We hebben Luxray even flink geüpgrade met twee nieuwe moves. Heel nice. Dan nu Gastrodon. Ja, Gastrodon heb ik ook, meneer de Sailor, man. Dus ik weet wat ik tegen Gastrodon moet doen. Een gras-Pokémon inzetten. Hoppakeetje! Donaldje naar level 54. Ik heb even de nieuwe Max Repel aangezet. Super chill, dan worden we niet lastig gevallen. Zijn we nou al een beetje aan het eind van dit water of wat? Het is echt bizar hoeveel we moeten zwemmen, joh. En wat nou als je Pokémon geen zwemdiploma heeft? Dan kan je dus gewoon letterlijk nooit naar de Pokémon League. Dat is toch ook niet eerlijk? Waarom bouwen ze niet even gewoon één grote megabrug hier van het vasteland naar de Pokémon League, jongens? Hartstikke idee. Doei, Golduckie. Ik bedoel, hier liggen allemaal van die mensen op de loer op het water. Terwijl jij lekker een beetje aan het zwemmen bent, willen ze jou nakken met hun Pokémon. En Jaws gaan naar level 50. Dus al mijn Pokémon zijn nu level 50 of hoger. En Jaws wil Power Whip leren. Dat is een grass-type move. Die super sterk is, maar ook nog wel eens mist. Die ga ik denk ik maar in plaats van Ingrain leren. Ingrain heb ik eigenlijk ook nog nooit gebruikt. Oké, Gabrielle, mag ik er nu door? Ik wil naar het vasteland, jongens. Hier zijn nog steeds superveel trainers. Ja, het is wel goed voor de XP, dat wel. En Troy komt met Gyarados. Nou, Gyarados, hier heb ik een Thunderboltje voor je. Gerrit gaat naar level 54. Ja, trainen gaat wel echt goed hier zo. Ik hoop echt dat ik straks sterk genoeg ben. Ik ben hier in ieder geval niet echt een Pokémon tegengekomen die ik zou willen gebruiken. Want we komen alleen maar Pelippers en Tentacruels tegen. Maar kijk, we moeten nu hier omhoog. En Bibarel kan mij ook even helpen met een watervalletje. Hoppakee. Lekker. Ja hoor, we zijn er. Nou ja, we zijn nog niet bij de Pokémon League. Maar we zijn wel bij Victory Road. Oh snap, daar gaan we. We hebben nog een hele grot te gaan, jongens. Ah!
Waar moeten we naartoe? Moeten we hier naar beneden? En welke Pokémon komen we hier dan tegen? Mop. Ik zag dat daar een item lag, dus die wou ik sowieso even pakken. Maar hier staat iemand in de weg en deze zegt... Ah, ik kan de toekomst zien. Yo. Als jij de toekomst kan zien, dan kan jij zien dat jij nu gaat verliezen. Met je mooie Hunter. Ja, ik denk gewoon Jaws als eerste, want hier zullen vast wel allemaal steen-Pokémon zitten. Maar gelukkig kent Jaws ook nog Crunch. Hatseflats. Heerlijk. Zo, dat had jij goed gezien. Als jij de toekomst kan zien, dan had je kunnen zien dat jij deze niet moest inzetten. Nou ja, elke zijn moet je eigenlijk ook niet inzetten. Ofwel, want die is sneller. Oh, hij is sneller. Hij doet Psyshock. Oh. Ja, ik vind elke zijn wel tof hoor. Hij staat daar echt als een dikke baas. Maar ja, ook hij kan niet tegen Dark-type moves. Doei! Volgens mij gaan we hier op de Victory Road echt wel hele vette Pokémon zien. Gengar! Over vette Pokémon gesproken. Ik had vroeger altijd een Gengar en een Alakazam in mijn team in Pokémon Red en Blue. Want ik vond dat echt twee van de tofste Pokémon. En ik keek even met een schuin oog, want ik hoopte niet dat mijn Carnivine kapot ging. Kijk! Carnivine die kan ook wel wat hoor. Die begint ook echt te slopen. Lekker bezig jongen. Simba is al level 58 ondertussen. Dat is gewoon de Pokémon met het hoogste level. Oké, pakken we even deze Pokéball op. Torment. De Repel is uitgewerkt. En wat gaan we hier dan tegenkomen? Ah, Machoke. Ik denk dat Machoke mij gaat slopen. Maar ik gebruik Power Whip. Mijn sterkste aanval. Oh nee, ik maak hem inderdaad niet in één keer kapot. Hij dual chopt mij. Ah, laat me met rust. Ja, dit dacht ik al. Critical hitje. Maak hem even kapot jongen. Lekker gedaan. Hey, en Naboo gaat ook naar level 57. Ik heb Carnivine even geheeld bij het Pokémon Center, wat hier gelukkig om de hoek zit. En dan gaan we verder. Even kijken hoor, waar wil ik naartoe? Wil ik hier naartoe? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik hier naartoe wil. Oh, jeetje, Medicham. Daar heb ik in het verleden al moeite mee gehad. Dat is toch best wel een goede Pokémon eigenlijk. Daar moeten we niet te lacherig over doen. Die is best wel goed. Die is ook gewoon level 46, hè? Ik ga voor Sludge Bomb. Ik denk dat zijn special defense een stuk minder is dan zijn normale defense. Het valt mee, het valt mee. Wat gaat hij doen? Reversal. Auw. En hij gaat gelijk nog een keer los. Ja, joh. Oké, ik denk dat ik Carnivine eventjes van de eerste plek ga afhalen, want dit gaat helemaal niet goed. Freaking Medicham ook weer, hè? Weer gewoon. Nou, dan gaan we maar weer terug. En dan gaan we Donald lekker op de eerste plek zetten. Let's go, Donald. Wij gaan deze Victory Road even fixen. Terwijl dit volgens mij een Birdkeeper is. Hier had ik dan weer beter Luxray kunnen gebruiken. Want zij heeft een Noctile. Nou ja, wij hebben natuurlijk wel Ice Beam geleerd en dat is super effectief. Dus even kijken wat Ice Beam doet. Oké. We zijn geen ijstype, dus we slopen hem niet in één keer. Maar dit is toch wel lekker om even die ice move te hebben. Een Noctowl, die gaat even zichzelf healen. Die gaat even roosten. Ik hoop niet dat hij dat 10 keer achter elkaar doet, want dan zijn we morgen nog steeds niet klaar. Oh, we hebben hem bevroren. Lekker. Huh? Huh? Maar... Oh, wat? Hij is niet meer bevroren. Heeft hij een of andere zieke ability of zo? Nou, anyway, 3 keer Ice Beam is wel genoeg voor Noctowl. En voor Staraptor roep ik natuurlijk wel even Simba. Thunderbolt! Hoppakee. Ja, kijk, dit is het betere werk. Donald, je gaat naar level 55. En we hebben Hanna verslagen. En dan ben ik onwijs benieuwd wat deze Victory Road nog meer voor ons gaat brengen. In ieder geval een Pokéball, een full heal. En de rest gaan we zien in de volgende aflevering. We zijn bijna bij de Pokémon League, jongens. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!